Yo mensen, wow, niet doorheen schreeuwen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 25 mobs. In deze serie moeten we natuurlijk binnen zo'n kort mogelijk tijd 25 mobs proberen te halen in de game mode Team Deathmatch. Op dit moment zitten we natuurlijk op de 15. En deze serie is super moeilijk natuurlijk, omdat wij een mob moeten halen in Team Deathmatch. En Team Deathmatch gaat maar tot de 75 kills. En van die 75 moeten we er sowieso 25 maken voor de moab. Want voor de mensen die het niet weten, de moab is een 24 gunstreak die je moet halen zonder natuurlijk tegelijkertijd of er middenin ergens dood te gaan. Dus het is heel erg moeilijk. We spelen natuurlijk 2 potjes per aflevering. Dit is potje nummer 1 op Dump Underground. En ik hoop dat wij ons best kunnen gaan doen. Ik gebruik de NPC met de Extended Max en de Silencer. Een keertje wat anders dan normaal gesproken. En ik hoop dat het gaat lukken. We gaan in ieder geval lekker op dit moment. Wat de fuck zijn al die enemies aan het doen, joh? Ze liggen overal in de map een beetje stil te liggen en niks te doen, maar... Weet je, dat maakt mij niet uit, want ik heb een specialist bonus. Ik ga nu wel daar weg, want als het goed is, je weet het natuurlijk nooit zeker, weten de enemies nu waar ik ben. En als ik één ding niet wil, is dat de enemies weten waar ik ben. Dus dat is de reden waarom ik daar wegliep. Voor als... de enemies misschien wel weten waar ik ben. Die vent wist sowieso waar ik was. Zag je hem lopen? Dat was echt mijn scheefste aim tot nu toe. Ik weet niet meer waar ze zijn. Loopt er hierheen? Daar ja. Volgens mij heeft die man een assault rifle, dus ik laat hem even staan waar hij staat. En ik weet niet waar ze zijn. Niemand in mijn team heeft een UAV. Nou ja, zoals je zelf ook ziet, heb ik ook geen UAV. Maar natuurlijk gewoon mijn eigen schuld, want ik heb specialist aanstaan. Wat natuurlijk ook logisch is, want ik moet de mol ophalen. Dus, weet je, everything makes sense, maar... als het me lukt, wil ik hier naartoe komen. Ik reed rechts van me. Hoeveel streak had ik? 15, kut. Ik hoorde hem rechts van me. Ik moest die vent eerst voor me killen, anders had hij me gekild. Althans, nou, misschien had ik... nou, oké, okay, nou... misschien had ik het wel kunnen overleven, als ik eerlijk ben, maar... maakt niet uit. Niks aan de hand, joh. Fuck it. Volgende keer beter. Het grootste pluspunt hieraan is dat ik nog wel veel kan doorknallen. Dus het is nog geen verloren potje. Oh, de enemies hebben wel een UAV aanstaan en mijn hele team niet. Het is wel een feestje waardig hoor. Waarom zit ik altijd in het team zonder een UAV, man? Als gewoon één iemand even een 2 of 3 streak haalt, ligt eraan of je hart er natuurlijk aan of staan. Dan ben ik al meteen blij, want dan hebben we meteen alweer een UAV. En ik zit altijd in het team dat die dingen nooit aan of staan. Oké, okay, nooit is ook een groot woord, maar vaak. Vaak. Oh. Oh, vestje. Iemand die met het team heeft gewoon een vestje aan. Dan ga ik daar naartoe sprinten. In de hoop dat ik niet dood ga. Oversteken. Ja. Ja. Ik moet even mijn teammate redden daar. Pak hem snel. Je moet heel snel zijn jongens. Anders is het potje te vroeg afgelopen. Als ik nu niet snel ga, is het potje afgelopen voordat ik die mob nog kan droppen. Je zit alweer als specialist. Er lopen hier heel veel enemies. Dankjewel, Vestje, ik hou van je. Kom eens hier, kom hier. Alsjeblieft, jongens. Ik ben me aan het concentreren hoor. Fuck, het potje gaat snel voorbij. Wow, lek. Wow. Daar hou ik niet van, jongens. Wow, yo, daar ren ik even voor weg. What the fuck? Ik wou net zeggen, ga je nog dood of niet? Ah,
ik heb hem niet. Ik had een 15 streak en een... Een 20 streak, ja. Fuck. Heerlijk potje. Een 15 streak en een 20 streak. Alleen ik moet een 24 streak halen. Dus net niet, man. Maar, gewoon op naar het volgende potje. Niks aan de hand. Tot met game nummer 2. Right, boys. Welkom bij natuurlijk game nummer 2. Het is nu team deathmatch op de map Outpost, zoals je kan zien. En deze map is heel erg groot. En ik heb daarom ook een assault rifle gepakt, de SCAR L. In plaats van natuurlijk de NPC, want de NPC is een machine gun. En ik hoop natuurlijk dat wij lekker kunnen gaan knallen. En dat we veel kills kunnen gaan oppakken. Plus natuurlijk de mo, want daar draait het om. Dus, map Outpost. Goed opletten in deze map, omdat die zo groot is. Zal dus even wat anders spelen dan al die kleine mappies die we altijd krijgen. Maar, als je het goed speelt, dan word je gekild door iemand die serieus in een bosje zit. Oké, nou, got him. Mooie killcam, prachtig, goed gekild. Fucking dildo. Kut dead. En ja, jij gaat nu ook dood, als het goed is. Ja, thanks. En dan kunnen we nu gewoon rustig doorlopen. Maar we moeten even oppassen voor die campers, man. Oh, kijk, dat bedoel ik. Ik heb het er net over. Ik heb het er net over, jongen. Je bent de tweede alweer. Zitten er sowieso twee campers bij die enemies. Dat zijn niet campers die één keer ergens gaan zitten, maar die gaan vaker ergens zitten, want anders spelen ze niet zo. Ze liggen hem ergens op te wachten, 100%. Ik blaas het toch niet voor de zekerheid op voor als er iemand naast zit. Hij gaat die kant op, oké, kom maar dan. Hij kon me makkelijk horen lopen, die vent, want ik liep gewoon over staal heen. Dus dan hoor je blup. Maar dat hoor je alleen als je op zit te letten. Nog iemand hier gespand? Ze horen hier nog steeds allemaal ergens te zitten. Maar ik moet oppassen voor die camp, man. Want die zit namelijk ook ergens. Daar was die. Oh, hij knijft me ook echt. Wauw. Dat is nu al twee keer, man. Driemaal scheepsrecht, dus nu pak ik hem. Hoop ik. We zijn wel er lekker op af aan het rennen. Alleen twee enemies niet. Hij zit achter die vrachtwagen. Got him! Oh, teammate. What the? Oh, hij zat beneden. Ik dacht dat die vent boven zat. Ik zal hem te zoeken. Ik ga gewoon mijn teammates volgen, want die gaan allemaal dood door die campers. Ik kan niks killen. Zit er... Ik kan het niet zien. Kijk, nu is er al eentje dood gegaan, Hero. Heb je de kill ook, of niet? Ik vertrouw het zo niet, jongen. Er zitten een paar namelijk echt gewoon stil in die map. Oh, jongens! Dankjewel. Zo. Ik heb het gevoel dat er eentje in die bunker zit. Als ik nu in mijn rug word gepakt... Oh, wee. Mijn hele team wil namelijk achter me. Jongens, gaan jullie maar voor. Gaan jullie maar voor. Nee, dan moet je me niet achter. Ga maar voor. Go, Quinn. Oké, thanks. Zodra de camper ligt, dan gaat hij dood en dan kan ik doorlopen. Nou, hij loopt alleen niet door. Rennen, Quinn! Rennen! Als ik de mob nog... Oh, kut. Uit elkaar. Uit elkaar. Alsjeblieft. Dank je. Ze blijven gewoon achter me aanlopen, terwijl een pretenmissel aankomt. Dat is echt het domste van het domste wat je kan doen. Hij zit er weer. Deze man, jongen. Deze man. Wat is jouw score? Even zonder grap. Hij staat 4-0. En van die 4 kills heeft hij mij 3 keer gekild. En van die 4 kills heeft hij 4 kills op dezelfde fucking plek gemaakt. Wat een lul, jongen, is dat? Oké, die is in ieder geval down. Pak even die kutcamper. Dit is nu gewoon een 1 tegen 1 battle. De rest boeit me niet. Was dat hem? Nee, dat was hem niet. Waar ben je, kutcamper? Ik kom je halen. Ik kom je persoonlijk halen en killen. Hij zit er weer, hè? Waar zit hij? Nee, dat is hem ook niet. Oké, hij zit hier ergens, jongens. Welk hoekje? Hij zit hier ergens. Welk hoekje? Hij zit volgens mij hier. Ja. Jammer, vriend. Oprotten. Hij heeft gewoon zijn pretenmissel gehaald in 4 minuten tijd. 4 minuten en 10 seconden heeft hij erover gedaan. Op precies dezelfde plek. Eerst zat hij daar. Toen zat hij daar 3 keer. En nu is hij eindelijk dood. Dus geen streaks voor jou, jongen. Kutviool. Dat zijn echt de irritantste spelers die je ook maar kan tegenkomen. Kijk, hij killt me gewoon goed. Hij killt me mooi met zijn piepgun. Was niet dead die ik had verwacht. Oké, ik had hem ook niet daar verwacht dat hij daar stond. Daarom ging ik dood. Maar hij killde me normaal, weet je. Als ik hier nou ga staan zo. Als ik hier gewoon zo blijf staan. Slechtste campspot ooit. Maar het gaat om het idee.
En ik ga nu iemand killen. Dan zal die enemy zo boos worden, jongen. Dat wil je niet weten. Ja, ik wou net zeggen. Hij loopt daar, jongens. Zitten er nog meer? Er zit weer ergens een camper. Wacht. Kikkeboe. Ik wist het, jongen. Ik wist het. Ik liep al langzaam naar binnen. Kijken of er iemand zat. Daar zit er ook nog een achterin. Hij zit hier. Hij zit daar. Hij zit... Ik heb geen granaat, maar hij zit daar. Is die al down? Hij is al down. Hij ligt gelijk. Oké, top. Er zat er daar nog een te campen. Die had mijn teammate. Ik denk dat de reden is waarom ze aan het campen zijn op dit moment. Dat het een kleine of een grote map is. Kijk, in kleine mappen dan kan je als je 1 meter loopt alweer een enemy tegenkomen. En zo'n grote map als dit. Denk ik dat ze niet durven rond te lopen of zo. Ik weet niet hoe spelers dat zien of zo. Of hoe spelers dat doen. Maar de vorige map was een wat kleinere map. Daar waren ze niet aan het campen. Ik zit nog steeds tegen dezelfde enemies. Ik zit nog steeds in dezelfde lobby. En hier opeens staat iedereen. Nou ja, iedereen. Hij dan niet. Hij loopt lekker rond. Er zijn heel veel mensen gewoon in de hoekjes stil. En ik denk dus dat het komt omdat het een grotere map is. Jij was niet de camper. Waar zit de camper? Hij zit hier ergens in een hoekje. Ik vertrouw het niet. Oh, daar. Was dat hem? Nee, dat was hem niet. Ik weet dat hij hier ergens zit. Kom maar. Zit je in je plantje? Nee. Waar zit die lul nou weer dan? Leeft hij? Hij heeft nog maar 1 dead, dus hij zit ergens. Hij zit weer ergens, jongen, maar ik weet niet waar. Oh, was dat hem? Nee. Fuck, waar zit die vent? Ik wil hem nog 1 keer killen. Ah, waar zit hij? Hier zit hij niet. Ik denk dat hij dan in de bunker zit. Dat is van mijn vermoeden. Zullen we even in de bunker kijken of hij daar zit? Hij heeft namelijk alweer 2 kills gemaakt op een plek. Oké, zit hij hier? Oké, houd in de gaten, teammate. Let op de camper. Daar zit hij ook niet. Daar loopt net, dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet, dat is een level 1 namelijk. Dat, is dat hem? Ja, dat was hem, daar kwam hij. Uit zijn kerstspotje gekropen, kijk maar. Hoppa, komt hij aan en hij knalt me af. Daar zit hij dus. Kan nog 1 iemand hem killen alsjeblieft? Oh, hij is al dood! Hij is dood, yeah! 2 deaths voor jou, jongen. 2 deaths voor jou, dankjewel teammate. Prachtige granaat, Jan. Prachtige granaat. We hebben geen man op kunnen halen, jongen. In het eerste potje had ik hem eigenlijk gewoon moeten droppen. Dat was natuurlijk, ja, eigenlijk gewoon mijn schuld. Want die eerste dead, ik hoorde hem aankomen via mijn rechterkant. Alleen ik kon hem niet killen, want er liep er ook nog geen links van me. Ik had misschien eerder erop moeten schieten. Oké. Fair is fair. En het tweede potje, ja, ging dood er een of andere Pato 23771. Oké, weet je. Maar, mocht jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Rand natuurlijk, zoals je kijkt, blijkt op de helft bij Norm. En hoop ik jullie allemaal weer te gaan zien bij een volgende aflevering. Bij een andere video, of waar dan ook. Tot de volgende keer, mijn mensen. Bye bye.